van harte welkom allemaal op deze lustrum bijeenkomst van Per Saldo. Stel nou dat dat PGB er nu niet was, dat we niet 20 jaar geschiedenis achter de rug hadden. Zouden we dan nu een PGB uitvinden? Ik hoop het van harte. Het zou zeker ingevoerd kunnen worden omdat de vraag er is en de behoefte enorm groot is. En het persoonsgebonden budget is natuurlijk net heel anders. Dat betekent dat jij zelf de regie hebt en dat dat uiteindelijk is zoals jij het graag wil hebben. Ja, er is fraude. We hebben ook met Aline afgesproken dat we gezamenlijk die fraude willen bestrijden. Dat is gewoon 0,06% toch? Ja, het is heel klein. Natuurlijk wil je dat zo min mogelijk mensen over de vloer komen. Maar eerlijkheidshalve moeten we ook zeggen, zeker als je bij een Natura-aanbieder bent, dat dat moeilijk te realiseren is. Mag ik dat een beetje provoceren? Ik hoop dat het PGB dan niet meer bestaat in deze vorm. Precies het tegenovergestelde van wat André zegt. Mensen eerst. En we moeten er maar voor zorgen dat de systemen die we met elkaar hebben ontwikkeld passen bij het leven van de mensen. Erika Terpstra zei het al, het PGB is niet meer weg te denken uit de zorg. En dat moeten we ook helemaal niet willen. Ik ben heel erg blij dat ik vandaag het rapport mag aanbieden aan zowel Martin van Rijn als Jan van Zanen. Een rapport, een maatschappelijke business case, levensbrede aanpak bij autisme. The Swedish legislation and personal assistance isn't perfect. Many times we think Sweden is the perfect country. The bus that passes my house every day, I still can't ride it. Als jij zelf regisseur bent van je eigen zorg, moet je ook wel weten wat je wil. En moet je ook heel goed kunnen aangeven hoe je het wil hebben, wanneer je het wil hebben, op welke plek je het wil hebben en door wie het geleverd wordt. Mijn indruk tot dusver is dat we terecht begonnen zijn met de praktijkverhalen van de mensen om wie het gaat. En dat tot en met de aanbieding van het rapport voor de zorg rond autisme, de staatssecretaris laat merken dat in zijn hart diezelfde zorg zit. Ik denk dat het ook belangrijk is dat veel mensen allerlei verhalen horen over hoe het PGB beleefd wordt. Heel erg belangrijk te terugblikken, maar ook vooruitblikken. Zoals bijvoorbeeld Pauline Meurs, die heeft toch een aantal hele belangrijke handvatten gegeven, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld dat je per levensfase een PGB zou moeten aanvragen. Wat me het allermeeste aansprak is dat de PGB-systematiek niet zozeer het instrument van belang is, maar het inspelen op de eigen regie. Mensen in de gelegenheid stellen om zelf te bepalen wat ze wel en niet aan zorg afnemen. En dat gaat veel verder dan PGB. Dus ik vind het een hele waardevolle bijeenkomst.